Het grootste probleem met het woke vind ik eigenlijk twee dingen. Eén, de enorme druk die dat legt op de vrijheid van expressie. Je kunt niks meer bespreken. Of er ontstaat wel een rel, of je bent wel transfoob of anderszins foob. Dat is heel erg. En ook de positie van jonge kinderen, wat we net bij Beertema zagen. Daar ben ik erg mee eens. Dat heel schadelijk is om kinderen al op de kleuterschool of op de middelbare school lastig te gaan vallen met vragen van wil je een jongetje of een meisje zijn. Dat is echt totale gekte. Het is een soort secte aan het worden om toch maar ergens bij te horen. En als een kleine grote groep, gesteund door de media, wil op kan leggen bij een hoop andere mensen, ja, dan wordt het gewoon een hele vervelende samenleving waarbij je inderdaad niet meer vrijelijk kunt uiten. En ik vind het een aanval op onze democratie en op de vrijheid van meningsuiting, dat hele woke gebeuren. Diversiteit en inclusiviteit zijn op zichzelf eigenlijk hele mooie dingen. Het zou heel fijn zijn als we wat rustiger met elkaar omgingen en iemand die er een beetje buiten de club valt en die eens iets zegt of doet waarvan je denkt, nou, dat valt er buiten. Nou, dat je die toch er weer bij haalt en dat je die uitnodigt om erbij te blijven. Dat is goed. Het is ook goed dat je een diversiteit van meningen hebt. Als het goed is, zou het ook in het publieke bestel, zou die diversiteit aan meningen ook bij die verschillende omroepen ook allemaal zichtbaar moeten zijn. Mm-hmm. Maar wat je ziet, dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Ik heb wel goede hoop, dus dat er op een gegeven moment toch ook wel de redelijkheid zal terugkeren. En ik denk eigenlijk dat we dus met deze omroep, die uitzending van 15 september, hebben we daar wel een bijdrage aan geleverd door te laten zien dat al die verschillende identiteitsgroepen elkaar op een gegeven moment ook uit de tent uit gaan vechten. He, dat je dus een strijd krijgt tussen mensen met een donkere huidskleur en transseksuelen die dan allebei gaan ijveren voor een bepaalde baan. En dan loopt het systeem zelf loopt wel vast, denk ik, op een bepaald moment. De revolutie eet altijd haar eigen kinderen op. Dus laten we hopen dat de hele woke gebeuren over een paar jaar gewoon niet meer bestaat. En dat we gewoon weer normaal met elkaar kunnen omgaan.